ontzettend lekker gewerkt met Lucky. Lucky zit hier achter en die heeft tentamens deze week. Dus hij kan mij vandaag niet vergezellen als ik iets leuks wil doen. Dus ik ga iets voor mezelf doen, denk ik. En het leek me leuk om naar het strand te gaan. Want ja, ik ging vorig jaar, toen ik hier nog niet woonde, best wel vaak naar het strand. Omdat papa er heel dichtbij woont. En ik zag een Snapchat van mijn neef en ik dacht, ik moet ook weer even gaan. En ik moet ook even een foto maken voor een samenwerking. Dus ik ga me nu even omkleden, een leuke outfit zoeken. En dan gaan we de dag beginnen. Oké, ik zit even te kijken, want voor die foto wil ik eigenlijk mijn nieuwe jurkje aan. Maar die is natuurlijk veel te koud als ik ga wandelen op het strand. Dus dan ga ik denk ik weer even wat anders aandoen. Ik ga een video maken voor Gort Coaching. Ik heb in samenwerking met hun een coachinggesprek gehad waar ik heel veel over heb of aan heb gehad. Dus daar zal ik straks wat meer over vertellen. En ik heb ook een link voor jullie dat jullie ook een coachinggesprek kunnen doen. Dus dat is wel heel leuk. Ik ga even douchen en dan ben ik zo terug. Ik heb net lekker poffertjes voor me gemaakt. Dat hadden we nog over van. Ik had echt super veel eten gekocht voor nieuwjaarsdag. Of eigenlijk iedereen. En dit hadden we over, dus dit moesten we echt even opmaken. Want anders zou het niet meer goed zijn. Alles is gedaan. Luc heeft een fotootje van me gemaakt en ik heb in een story verteld wat mijn ervaring was. Ik ga nu denk ik even een stukje wandelen. Ik weet nog niet zeker of ik naar het strand ga, want het is helemaal niet meer zo lekker weer. En dat is echt nog best wel een stukje lopen vanaf hier. Dus ik ga denk ik lekker mijn eigen route lopen. En dan vertel ik straks nog wat meer over Gort Coaching. Gewoon omdat ik het zelf echt heel chill vond en het niet verplicht ben om dat op YouTube te zeggen. Maar ik denk wel echt dat sommige mensen er iets aan kunnen hebben. Dus ja, ik ga me klaarmaken en dan ga ik lekker naar buiten. They call me Mr. Tibbs. Zo, ik ben even lekker in het parkje gaan zitten, vlakbij de Fred. Het is echt super rustig nu, want het is eigenlijk, nou, het is best wel lekker weer om even te wandelen. Maar gisteren stond de zon er echt heel de dag, dus ik had beter gisteren kunnen gaan wandelen. Ik heb lekker een koffietje gehad bij Bagels & Beans. Ik dacht toen met haver. Normale koffie heb ik normaal altijd thuis. En ik wilde dus wat vertellen over dat Gort Coaching. En dat is eigenlijk dat ik een beetje vast zat met wat ik nou, met mijn werk eigenlijk. Ik doe natuurlijk fotografie en social media. En ik merkte dat ik niet echt meer geïnspireerd werd. En dat ik een beetje, minder nieuwe ideeën had en zo. En ik wist niet echt waar dat aan lag. En toen heb ik dus met haar gepraat. Toen ben ik erachter gekomen dat ik een beetje vast zat omdat ik eigenlijk... normaal best wel veel creatieve mensen om me heen heb. En dan ga ik gewoon met vrienden koffietjes doen die ook zoiets doen. En dan raak ik heel erg gemotiveerd van hoe hard zij werken en van hun verhalen. En doordat ik nu zoveel thuis zit
En alleen werk is dat eigenlijk minder zo. Dus vandaar eigenlijk. Dus ja, daar heb ik wel heel veel aan gehad. Want daardoor kan ik er nu echt iets aan doen. Dus ik ga waarschijnlijk aankomende week een dag met een vriendin gewoon lekker thuis werken. En zij doet iets heel anders. Maar zij werkt wel super hard ook voor wat zij graag wil. Dus ik denk dat dat wel stappen zijn die ik kan gaan maken. Uiteindelijk wil ik gewoon bij een creatief bureau zitten. En twee vrienden van mij, die hebben ook zoiets opgericht. Het enige is dat je dan weer €300 per maand voor een bureau daar betaalt. En dan moet ik gewoon echt meer opdrachten hebben om dat te kunnen betalen. En uiteindelijk kom ik daar vast wel. Maar dat is wel een voornemen voor dit jaar. Dus dat moet vast goed komen. Maar nu ga ik het even zo doen. En ik heb er ook veel aan gehad, omdat ik privé een beetje ergens mee zat. Er was iets wat ik eigenlijk, waar ik tegen mijn vader over wilde beginnen, waar ik over wilde praten. Maar ja, dat deed ik eigenlijk niet, omdat iets mij tegenhield. En doordat ik met haar dat gesprek heb gehad, heb ik dat nu wel gedaan. En ja, daar ben ik super blij mee. Dat is super erge opluchting. En ja... Het is nu lekker uitgesproken met mijn pa en het is nu helemaal goed. Dus dat is echt super fijn. Dus vandaar dat ik er heel veel aan heb gehad. In die story die ik net heb gemaakt vertel ik ook dat als iemand een sessie wil, dus één startsessie, dan heb ik een link waarbij je dat gratis kan doen. Dus die zou ik sowieso even in de beschrijving zetten als je zegt van ik heb ook iets qua werk, ik zit vast of ik wil het ergens over hebben. Kan ook privé zijn, maakt niet uit. Dan, ja, dan is het echt denk ik super helpvol. En zij zei wel tegen mij, het is zeg maar, ik was wel heel open naar haar. Dus ik heb me wel heel erg blootgesteld. En zeker, ik wilde eerst niet beginnen over dat met mijn vader. Omdat ik dacht, ik ga het gewoon hebben over dat zakelijke. En toen had ik dat toch gedaan, want ik dacht, ja, dit is mijn kans dat ik erover kan praten. En anders... Ja, het is mezelf gewoon in een paar jaar niet gelukt om het erover te hebben. Dus toen ben ik er toch over begonnen naar haar toe. Want ik dacht, ja, boeien, ik ken haar niet. Ik doe het gewoon. En nou, dat werd echt super emotioneel. Ik heb echt zitten janken gewoon. En dat is natuurlijk heel eng. Maar ja, het heeft me wel heel veel gebracht. Dus ik zou zeggen, ga er gewoon in en... ja, stel je open en dan komen er echt wel mooie dingen uit. Ik ga even genieten van mijn koffietje. Ga ik zo nog een stukje verder lopen. Echt zo lekker. Oké, mijn koffietje is op. Dus we gaan lekker verder lopen. Ik weet nog niet hoe ver ik ga lopen. Ik ga sowieso even langs de appie, denk ik. Gelijk even boodschapjes doen voor vanavond. En ja, ik zie jullie zo. Ik ben thuis en... Ik heb een hele coole plant gevonden. Ik had eigenlijk al bij Merle in haar story gezien dat ze een plant had gekocht bij de appie. En dat was deze. En die vond ik fucking mooi. En hij was maar €9. Dus ik heb nu een beetje last van mijn arm. Want ik moet best wel ver lopen. Maar ik ga hem even inpakken.